Lukraak geparkeerde fietsen in overvloed. En ook het winkelpubliek laat zich op deze aardige lentemiddag wel zien. Maar per saldo merkt de middenstand de terugloop in bezoekers wel degelijk. De omzet is naar beneden gegaan. Het is zo, op donderdag, vroeger was het hartstikke druk in de stad, koopavond. Nu stelt die koopavond eigenlijk niet zo gek veel voor. Het doet wel schrikken, moet ik zeggen, toen ik de cijfers las. Ik moet wel zeggen dat wij het persoonlijk niet hebben gemerkt als bedrijf zijnde. Maar toen ik het las, dacht ik van zo, dat zijn wel echt harde cijfers. In Zwolle nam het aantal bezoeken vorig jaar met 26% af ten opzichte van 2011. Meer dan in Enschede met 23%. Deventer doet het nog redelijk met een afname van 11%. Volgens de wethouder is de scherpe terugloop in Zwolle wel te verklaren. Het is op zich heel makkelijk. We hebben onze publiekstrekkers en die zijn dicht. De fundatie is al een jaar in verbouwing en het ecodroom is er niet. Dus dat betekent dat je gewoon honderdduizenden bezoekers mist. Gevolg is dat Zwolle ten opzichte van vergelijkbare steden in het land onderuit gaat. 26% minder ten opzichte van 14% in Groningen. Geen afname in Arnhem, 7% minder in Haarlem en 13% in Breda. Er moet dus wat gebeuren, zo stellen de middenstanders die daar wel ideeën bij hebben. Positief naar je klanten kijken, goed met ze omgaan, een actie verzinnen, positief in de winkel, sfeer maken, gezellig. Originele worden, onderscheidender worden dan andere steden. Nou, sowieso het parkeerbeleid, dat we daar wat aan moeten doen. Meer parkeerplaatsen en dat het wat makkelijker, toegankelijker is, dichtbij de winkels parkeren. Maak het je klant gemakkelijk, blijf kwaliteit leveren en hoop op betere tijden. De wethouder die gelooft er nog steeds in. Iedereen wacht op het moment dat het weer even de goede kant op gaat. Dat het weer even allemaal gaat. Is dat in een jaar gebeurd? Dat weet ik niet. Maar wij werken er met z'n allen hard aan. Gemeenten, ondernemers, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat als het gebeurt, dat onze uitgangspunten zo goed zijn. Dat we dan ook gelijk de wind in de rug hebben. Het moet beter, maar er is wel een kleine nuance. Zwolle staat ondanks de daling nog wel steeds in de top 10 van steden met de meeste bezoekers.